Hi, als je een nieuwe website gaat maken, dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan deze direct op een server plaatsen, op internet zelf, of je kan hem op je eigen computer installeren, zodat je daar aan het werk kan. Om dit te doen, gaan we nu eerst naar de website van Instant WordPress. Dit is een programmaatje waarmee je op je eigen computer met een paar klikken WordPress kunt installeren. Als je op de website bent, klik je op Download Now, net zoals ik nu. Kom je op de volgende pagina terecht en je klikt hier op Download Instant WordPress 4.5. Als je nu graag een oudere versie wil installeren, dan kun je dat hier doen. Maar dat willen wij natuurlijk niet. We willen de meest recente versie. Ik zet hem even direct in mijn download folder. Meestal gaat dat automatisch, maar ik heb het zo ingesteld dat ik altijd zelf kan kiezen. Het is niet een heel erg groot bestand. Kijk, 72 MB, hij is al binnen. Nou, wat je in Windows kunt doen is dat je dan hierop klikt. Je kan er ook voor kiezen om het op deze manier te doen, de open te doen. Of je kan kijken in de folder zelf, in de map waar het is opgeslagen. Maar wij klikken nu gewoon op opening. Het is een exe bestand, het is altijd een uitvoerend bestand. Dan vraagt hij waar je het graag wil installeren. Nou, ik wil het niet in mijn downloads map hebben. Ik wil hem hier hebben in mijn program files map. Oké. Zie? Dan wordt het al wat groter. Hij moet natuurlijk dingen uitpakken. Het is altijd een gecomprimeerd bestand. Dus daarom is het bestand wat je downloadt kleiner dan wat je uiteindelijk dan het programma dat je uiteindelijk geïnstalleerd krijgt. Ik ga dit even versneld afspelen, want dit duurt allemaal wat lang. Setup was completed successfully. Dat is mooi. Na het downloaden open je de verkenner. Dan ga ik weer even naar de goede map. En hier staat Instant WordPress 4.5. Zoals je kunt zien, staat hier nu de toepassing. Dat is altijd eigenlijk een app, zou je dat tegenwoordig noemen. Ik kan ook nog het README-bestand even lezen. Maar als je dubbelklikt op Instant WordPress nu, en krijg je dit te zien. Hier staat dus dat het een lokale installatie is, local WordPress URL, dus de plek waar die op dit moment staat. Je kan dit even bewaren als je dat handig vindt, dus kan je hem even kopiëren. Hier ga je naar de voorkant van de website, hier naar de admin kant, daar komen we zo op. Hier kan je de thema's bekijken, de plugins, maar eigenlijk heb je hier niet zoveel te zoeken. Hier moet je al helemaal niet heen gaan op dit moment. En hier is nog wat achtergrondinformatie. Deze twee zijn eigenlijk het belangrijkste. Het eerste wat je gaat doen is nu naar de WordPress admin gaan of admin. En hier staat ook
de wachtwoord, de inlognaam en het wachtwoord admin en het wachtwoord is password. Dus dat gaan we eerst even doen. Nadat je dat gedaan hebt, kun je kiezen in welke taal je de WordPress installatie wil. Dat kan niet in het Nederlands, maar dat is in het geval van Divi niet zo heel erg, omdat bijna alle documentatie ook in het Engels is. Dus het is makkelijker zoeken op internet als je de Engelstalige versie gebruikt. Dus laat dit gewoon op Engels staan. Username was, zoals we hier kunnen zien, admin. En je wachtwoord is password. En login. Als je nu graag wil dat er een andere browser wordt gebruikt, dan kun je dus het gekopieerde adres van hier of eventueel van hier in een andere browser zetten. En nu ben je in WordPress. Dit is de achterkant. En nou heb je zomaar WordPress geïnstalleerd.